Ik ben niet Aaf van Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Funda. Gaan we alweer. Jij is er eigenlijk één woord dat wij hetzelfde uitspreken, denk je? Aaf. Ja, hartstikke goed. Goed, Mark-Marie. Nee, ik zeg Mark-Marie gewoon. Nee, dat is hetzelfde. Ik zeg Mark-Marie. Ik maak er een mooie Frans twist aan het eind. Maar jij zegt dus Funda, want jij bent een Romein. Ik zeg Funda. En ik zeg Funda. Nou, ik zeg zoals het ooit bedoeld is. Oh, zo heb jij het. Mooi. Zoals de mensen de Funda. Ja, we gaan geen gratis reclame maken in deze aflevering. Het is niet een reclame voor Funda. Het is gewoon een bijna reclameloze aflevering. Eigenlijk. Ja. Maar als Funda geld wil overmaken, sturen wij met alle liefde een tikkie. Zeker. Maar dus daar gaan we over hebben, over de do's en de don'ts op Funda. Ja. Valkuilen. De valkuilen. Op de zoekopdrachten. Verslaving. Ja. Ja, wellicht. Nee, ik ben er heel benieuwd naar, want ik heb het natuurlijk een tijdje op lopen kouwen en zo. Ik ben heel benieuwd, Funda. Ja. Ik heb er ook een tijdje op lopen kouwen. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Ja. We hebben een, nou geen roddelblad, maar de Esquire, zeg maar. Ja. En, een glossy. Die heb ik, en ik denk nu 2 jaar of zo gratis krijg ik die. Ik weet eigenlijk niet precies waarom ik die krijg. Maar daar ben ik super, wat vond ik wel leuk. Alleen dit is de laatste. Ja. Ever. Gaat ter ziele. Ja, dat vind ik echt. Net als de FIFA. Ja, maar dat vind ik wel weer jammerlijk. Maar goed. Ja. Het is niet anders. Daar gaan we het over hebben. Over wat daarin staat en zo. Op de voorkant staat Tim Hofman. Nou, dat lijkt Tim mij Hofman heeft reden een, genoeg om... Een paar bloemen achter zijn oor. Ja. En een klein bedje. Ja, dat is wel om. Grappig. Ja, dus, nou, dan gaan we allemaal direct nog over hebben. En dan hebben we het over... Een probleem. Van een luisteraarster. Een luisteraarster. En hoe was jouw week? Mijn week was overgoten met emoties, want mijn zoon neemt afscheid van de basisschool. Ah ja. Dus die had groep 8 musical. En ik wist natuurlijk al dat ik ging huilen. Ging heel goed, ging heel lang heel goed. Ik had heel veel tissues mee en ook andere moeders van tissues voorzien en zo. Vaders trouwens ook. En toen waren ze klaar en toen mochten we eventjes naar buiten. En toen gingen ze allemaal speechen voor hun juffen en meesters. Ja, en toen ging ik helemaal kapot. Ja? Ging ik helemaal kapot. Maar weet je, het is ook heel fijn dat je dat allemaal even kan voelen. Ja. En want vorig jaar hebben scholen natuurlijk niks gedaan. Of bijna niks. Of ze maakten een film. En, ja, ja. En dan denk je hebt gewoon dat diep emotionele moment. Ook de kinderen hebben dat nodig om die schooltijd af te sluiten. Ja. En ik herinner mezelf ook nog... Ik heb echt het enorm verknald bij de groep 8 musical. Toen heette dat nog 6e klas. Ik had een hele grote rol. En toen heb ik alleen maar de slappe lach gehad. Oh. Ja, heb ik later in mijn professionele carrière echt geprobeerd... om dat niet meer te doen als ik op een podium stond. Nee, want dat is verschrikkelijk. Nee, en weet je, eerst lachen mensen nog met je mee. Ja. Maar op een gegeven moment denken ze ook... vervelend. Nu vind jij het alleen nog maar leuk. Ja, hoe zijn ze niet helemaal goed, denk ik. Ja, dat dachten ze ook. Het was ook echt van, nou, dat VWO-advies... dat gaan we nog even een heel klein beetje terugdraaien. Maar je zag ze kijken in de paparazzi. Ja, dat van kunnen we er nog ergens anders heen? Stuur even nog een schooltje plek. Maar goed, dat was toen voor mij echt een les. Van als je dreigt, want ik heb best wel vaak... dat ik een beetje de slappe lach dreig te krijgen. Dat is gewoon een zenuwreflex, denk ik. Maar dan moet je jezelf gewoon heel hard knijpen ergens... waar de mensen het niet zien. Ja, maar soms is het gewoon... Ik herinner me nog een keer, dat had mijn moeder een nieuw gebit. En toen had... Tante Wil? Nee. Van zichzelf. Uit de kringloopwinkel. Nee, had een nieuw gebit. En daar hadden ze de tanden te groot gemaakt. Oh. Maar die tanden waren veel te groot. Maar dat kon niet meteen veranderd worden. Dus ze hadden gezegd, nee, doe dit eventjes in voor de week. Kijk even en dan kom je terug. En dan kijken we wel of het goed kunnen krijgen. Nou, wow. Maar in die tijd werkte ik bij een Amerikaans... Bij mijn vader was ding bij een Amerikaans bedrijf. En er was een Amerikaan en die had bij ons... gebakschoteltjes kapot laten vallen. Dus die kwam hij een nieuwe brengen. En wij waren allemaal thuis. En mijn moeder ook. En mijn moeder zat zo met haar hand voor de mond. En die Amerikaan snapte niet wat er allemaal aan de hand was. En wij lagen dubbel van het lachen. Want het zag er namelijk
te raar uit met die hele grote tanden. Ja, soort weerwolf. En elke keer probeerde ze iets te zeggen van, nou, thank you voor de... En dan lagen wij dubbel. En die man is gewoon weggegaan, terwijl wij allemaal dubbel lagen van ja, lachen. Die dacht, wat is dit? Het is verschrikkelijk. Ja. En hoe erger het werd. Wij zagen natuurlijk, en wij vonden ook verschrikkelijk. Maar daardoor moesten wij nog harder lachen. Lachen is natuurlijk ook inderdaad... Het lachen maakt je aan het lachen. Ja. Dit wou ik even heel diepzinnig zeggen, maar het kwam er niet helemaal goed uit. Nee. Je kan op een gegeven moment niet meer stoppen. Dat is verschrikkelijk. Nee. En het is de leukste lach die er is. Als ja, het eigenlijk niet mag. Maar het is verschrikkelijk. Als het niet mag eigenlijk. Ja. Dus dat is eigenlijk. Maar het is verschrikkelijk. Het kan echt verschrikkelijk zijn. Hoe lang heeft je moeder met te grote tanden rondgelopen? Nou, wel anderhalve week. Heerlijk, anderhalve week. Met te grote tanden. En elke keer als ik wou zeggen of zo. Ja, wij moesten daar zo om lachen. Ze kon de mond ook niet helemaal dicht. Nee, natuurlijk. Dat was gewoon heel groot. Die waren denk ik gebaseerd op olifantentanden. Of ik weet niet precies. Omgewisseld met iemand anders gebit. Die een heel groot hoofd had of zo. Met Marco Bakker misschien. Want die heeft een heel groot hoofd, weten we. Net rond diezelfde tijd. Dus jij had... Ik had emo-week. En daar heb je dus... Heerlijke emo-week. Ja. En dat is mooi. Ja. En nu begin ik daar weer een beetje op te krabbelen. En te beseffen dat ik misschien niet op vakantie mag. Oh ja. Maar dat zullen we nog wel zien. Ja, de plattegrond kleurt langzaam rood. Dus we zullen het zien. De nette sluiten zich. Ja, net op het moment dat Paaf een keertje... voor het eerst in anderhalf jaar naar het buitenland zou gaan. Maar ja, weet je... Het is wat allemaal het is. In. Ja, en ik ben ook inmiddels... Zo waren een heel klein beetje flexibel geworden. Nou, maar dat het zeg is ik wel, nou wel eens niet het is, helemaal ik vind het wel, wat ik er heel erg moeilijk aan vind, is... dat we zijn nou weer vrijgelaten op een weiland. In een weiland, iedereen ding. En dan merk je ineens achteraan het weiland... is weer een heel grote muur, kan je toch niet verder. Hmm. En dat is wel... Ik vind het geestelijk, zeg maar, best wel ingewikkeld. Het is echt moeilijk. Dat het allemaal weer teruggedraaid kan worden. Ja. En dat we straks dan... de theaters toch weer niet open kunnen. Dat er toch, dat vind ik echt wel. Daar kan ik wel een beetje daar zijn mijn reserves ook een beetje in bereikt. Ja. Maar dan denk ik altijd maar... andere mensen hebben het echt veel zwaarder. Nee, zeker. Maar soms word je er wel echt een beetje knetter van. Ja. Maar ik vind eigenlijk altijd heel goed... dat wij hebben het altijd een beetje... zijn er altijd een beetje omheen gedanst. Om corona hebben we niet echt heel veel aan gedaan. En dat gaan we ook niet doen. Nee, behalve mijn gezeik over mijn vakantie. Nou ja, en ik had nog een verhaal van een tweeling. Ja, die tweelingen, dat heet... Jij dat hebt er iets mee, ja. Nou, ik vind dat jij een theaterprogramma over tweelingen moet maken. Ja, terwijl ik geen tweeling natuurlijk waarin ben. Waarin je zelf met je eigen hologram praat. Oh, dat zou wel mooi zijn. Mijn regievisie. Je kan er verder ook voor betalen als je dat wilt. Ja, maar ik las straks ook laten. Eventjes een ander uitstapje. Ja. Wel eng, want je hebt een heel zacht stemmetje. De ding werd de radiostem. Nou, nee. Maar ik las iets, en dat kon ik gewoon bijna niet geloven... dat in Nederland was gebeurd. Maar dat is in Nederland gebeurd. In Vlaardingen is een man, die heeft zijn moeder vermoord. Ja. En die is toen in de huid van die moeder rond gaan lopen buiten. Dat is Silence of the Lambs. Nou, ja. Maar dan dus... Dus hij stond in het midden van een verkeers... Aardig. Stond met de aders van zijn moeder. Stond hij met die huid van die moeder aan. Stond hij het verkeerd te regelen. Oh, dat heeft hij ook nog gedaan. Heeft hij nou ze dachten allemaal dat hij een oranje regenjas aan had. Maar als het fluoresceert. Zonder armen. Nee, fluoresceert helemaal niet, dachten de mensen. Godverdamme. Nee. Maar het wordt nog erger. Nou, niet nog erger, want dit is al echt het ergste natuurlijk wat je kan doen. Maar wat er nog wel erger is, dat hij de armen afgekapt. Want anders kon hij er natuurlijk niet in. Nee. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Heeft zijn broer, heeft die smartengeld moeten betalen van 60.000 euro of zo. Omdat hij hun moeder had vermoord. Ja, nou, vind het, maar daar had ik nog nooit van gehoord. Dat als je dan iemand van de familie vermoordt, dat je dan de rest van de familie eigenlijk een soort... Ja, hier, dan heb je het geld. Maar ik vind het wel best terecht. Maar ja, het gaat natuurlijk niet echt dit hele beeld van je netvlies missen. Dat is toch ongelooflijk? Nou, ik vind het zo klinken van... Oh, dus in Oekraïne, in een dorp of zo. Of, nou, dat kan ook, wel, kan ook gewoon in Vlaardingen. Nou ja, dat blijkt dus. Overal bestaat gekte.
Ja, ik zeg mooi. Zoveel diepe dingen deze aflevering. Nou, we zijn nog maar net begonnen. Ja, nee, het kan. Ik vind het echt ongelooflijk. Waarschijnlijk omdat we geen sponsor hebben of zo. Ja, dat dan durf ik dat ineens. Dat komt bij jou dan naar boven. Jouw diepe. Want ja, echt je meer gaat de filosofische diepe kant. Niet de commerciële kant. Frank, ja, die, maar wel oppervlak. Maar toch heel erg leuk om te horen. Meer een beetje happiness achter. Flow. Diep op een oppervlakkige manier. Dat blad flow, toch? Ja, daar schrijf ik voor. Dus. Wat schrijf je voor? Maar dat ziet er toch allemaal. Dat staat toch altijd van die plakplaatjes. Zit er nog steeds en inpakpapier en ook. Zo. Vaak. Vaak? Ja. Grappig vind ik dat. Want maar dat deel verzorg ik zelf niet. Nee, dat snap ik. Maar soms snap ik het blad niet helemaal. Denk ik, goh, wat willen ze nou? Wat willen ze nou dat ik voor iemand ben die iets in gaat pakken en ook nog plakplaatjes plakt en dingen leest. En van kuurkaarsen. Of is ik heb niet een keer over jou geschreven in de flow. Ach, echt waar? Dat heeft een connectie met Funda. Dat kom ik zo op terug. Oh, wat leuk. Ja. Nou ja, laten we door. Dat verhaal over die tweeling, dat komt dan volgend seizoen. Want dit is onze laatste voor de vakantie. Want dat hadden we nog niet gezegd. We gaan 3 weken eruit. We gaan 3 weken eruit. Gaan we op zwart. Gaan we op... Code rood. Hoef de radio niet aan te zetten, want we zijn er gewoon niet. Nee. Dus we zitten gewoon thuis te wachten op vakantie. Ja, we zijn half augustus zijn we er weer. Ja. En dan komt het verhaal over June en Jennifer Gibbons. Want dat is wel een interessant verhaal. Ze zijn Engels en die hadden een eigen taal. En die wilden met niemand praten, alleen met elkaar. En ze praten zelfs niet met hun ouders. Nou, dat lijkt mij. Ik zou dat. Lijkt me wel moeilijk hoor, als je kinderen niet met je praten. Nou, het ook is sowieso het gevaar van tweelingen. Jullie hebben een tweeling. Nou, ja, maar dat die maar zo onder elkaar met zo met hun ogen rollen als je iets zegt. En zo. En dat doen alle kinderen. Nee, maar zo met elkaar zo. Dat ze jou niet nodig hebben, dat ze denken, ja, er komt weer iemand. Weet je, dat je telepathisch wel op. Dat je dan in de slaapkamer komt en dat ze dan even stil zit, jou aankijken, ja. En dan doe je de deur en ze weer heel hard lachen. En dat was bij hun ook. Zij maakte geen oogcontact met hun ouders en zo. En dan hoorden ze wel in hun slaapkamer. Heel erg kwebbel. En lachen en zo. Maar met hun praten ze niet. En dan gingen ze elke avond gingen ze bidden. Voor God natuurlijk. Want daar bid je dan naar, zeg maar. Dus dan bidden ze naar God. Om hun volgende dag de kracht te geven om met hun ouders te praten. En elke keer lukte het niet. En hadden ze de volgende dag toch weer spijt van. Dat ze dan toch niks hadden gezegd. Oh, ik dacht die ouders gingen bidden. Of die tweeling een keer met hun wilden praten. Die tweeling ging bidden. Jeetje. Maar dit vervolg komt dus nog. Het vervolg komt nog, ja. Gewoon even 3 weken wachten. Niet zelf googelen. Nee, niet zelf googelen, want dan verpest je het voor jezelf. En dan heb je het spannende stemmetje en er niet bij. En ik heb toch veel betere informatie. Insight-informatie. Ik heb heel veel contact met June Gibbons. We gaan het nu hebben over het hoofdthema. Funda. Weet je wat ik ooit over jou en dit komt dus echt nou, ja, dat zomaar is op dat jij over de flow begon, waar dus ook lettertjes in staan, deels door mij geschreven. Ja, een impact. Jij hebt ooit iets heel verstandigs gezegd tegen mij. Ik was in die tijd echt heel erg Funda verslaafd en ik ging ook vaak huizen bezichtigen. En dan kwam ik in zo'n huis en dan dacht ik. Ja, maar ja, dit is eigenlijk veel te duur, want het moet nog helemaal verbouwd. En oh god, de hele buurt loopt hier rond en ze zijn al met tonnen aan het flapperen. En hé, wat een deceptie. Nou, dit wordt het toch weer eens helemaal niet. Dat vertelde ik toen een keer aan jou en toen zei jij, en wie heeft dat gedaan? En dat was ik zelf. Ik was zelf op Funda gaan kijken. Ik had mezelf al helemaal verheugd op een huis wat ik niet kon betalen. Ik was zelf naar het huis gegaan. Ik had zelf die hele bezichtiging. En oh god, ze moeten alles nog, het dak lekt en de fundering is niet goed altijd. Ja. En toen zei jij, en wie heeft dat gedaan? Eus. Echt life-changing. Dankjewel, Mark. Oh, goed zo. Nou ja, wat goed. Maar kijk, met mensen die ook naar huizen gaan kijken. Wat ze dan vaak doen, gaan ze eigenlijk naar net te dure huizen kijken. Altijd. En als je dan terug naar je eigen prijsklasse, dan denk je, ja, dit vind ik eigenlijk... Wat is dit voor armoeige check? Ja, dus je moet nooit gaan kijken naar huizen die eigenlijk te duur zijn. Want daar frustreer je jezelf zo mee. Want natuurlijk zijn die huizen dan... Ietsje mooier en ietsje groter en die hebben een tuin en dichter bij de zee en weet ik veel wat. Dus ik zou dat moet je nooit doen. En maar jij bent echt wel Funda verslaafd geweest of nog? Ja, nou ja, jouw opmerking heeft me toen geholpen, want feitelijk gezien waren alle huizen te duur. Ja. Want kijk, ik woonde al in echt een prima huis. Dus als ik een upgrade zou willen, zou het een veel duurder huis worden. En dan zou ik de hele tijd krom moeten liggen en wakker moeten liggen van mijn hypotheek. En dat was ook weer niet mijn levensdroom. Nee. Maar ik ben nog steeds wel een heel klein beetje Funda verslaafd. In die zin dat ik het niet helemaal kan loslaten. Maar dan doe ik meer spelletjes. Dat doe ik meer gewoon als amusement. Dus bijvoorbeeld,
wat is er te koop in Friesland? Waar ik helemaal niet heen ga verhuizen, maar gewoon leuk. En ik doe ook wel eens Funda Bingo. Dat las ik ooit in een interview met Ellen ten Damme. Dus dan vul je alle zoektermen in zoals jij het wil. Dus ik wil meer dan zoveel vierkante meter. En ik wil een tuin. En ik wil van voor 1910. En ik wil aan de rand van de weg of juist niet. En dan, in Ellen ten Damme's geval, in dat interview, wat mij redelijk goed is bijgebleven, was er één huis uitgekomen. Dat was een woonboot. Die had alles wat ze wilde. En die heeft ze toen gekocht. Och. Bij mij trouwens nooit gelukt, want bij mij komt dat zijn nul zoekresultaten. Ja, komt er Amsterdam nooit uit. Voor niet al zoveel te veel geld. Ja. En dan wel met een tuin. Ja. Nee, komt. Maar je hoopt toch soms ineens, denk je, ik ga toch nog een keertje Funda Bingo spelen. Misschien popt ineens die ene er wel uit, zoals toen bij haar. Ja. Dat bingo spelen moest trouwens denken dat ik was gisteren in Den Bosch en ging naar het Noord-Brabant Museum. En, dat vond je heel leuk. Nou, ik vond dat museum vind ik best wel maar een shout-out naar het museum. Want ik kwam bij de kassa en ik was dus net op vakantie geweest. En als ik op vakantie ga, dus ja, dat is heel uitweiden, maar goed, ja, we hebben alle tijd. Als ik op vakantie ga, dan doe ik al mijn onnodige pasjes uit mijn dingen. Ja. Dus ik kwam, daar had ik mijn museumkaart niet bij me. Maar ik had wel een e-mail gevonden waar het nummer van mijn museumkaart op stond. Oh. Dus ik, nou prima. Nee, daar kan ik niks mee, zei die mevrouw. Ik zeg maar, hoezo niet flexibel met die dingen? Ja, zeg maar, hey Thea, luister eens. Ik zeg, hoezo? Snap, snap, snap. Yeah, do it. Ik zeg, hoezo kunt u daar niks mee? Er staat hier toch een nummer op. En ik heb het hele jaar betaald en jullie zijn altijd dicht geweest. Dus ik zou wel wat lenient van jullie verwachten. Een beetje dat je iets flexibel bent. Zo, nee, ik kan alleen maar, ik heb hier zo'n scanner, ja. Zo heet het. Dan kon jouw nummer niet scannen. Ja, ik had dus geen dingen voor te scannen. Ik zeg, maar dan kan je toch net als bij de Albert Heijn, als ze dan die scanner niet doet, dan hebben ze dat nummer wat eronder staat. Ja, dus, je kunt met het 300 cijfers en 8 dingen, dat gaan heel makkelijk. Als ze dan helemaal, daar staat hier, dan moeten ze helemaal zo weg, dan staat er 6. En dus dan hebben ze uiteindelijk, dan heb je je beken afgerekend. Maar zij kon het dus niet. Dus ze moest, ik moet toch, dat is €15. Dan denk ik, €15. En ik was met iemand en die had wel, een museumjaarkaart. En dan had ze dus met haar scanner. Dat is zo fijn, Thea, om dan die scanner te gebruiken en zo. Dus wij lopen door, komen vlak voor die expositie. Zeg, mogen we even kaartjes zien? Ik zeg, nou, hier is mijn kaartje. Zegt mijn vriendin Monika, die zegt, ik heb geen kaartje gekregen. Nou, dat kan niet. Ik zeg, ik heb geen kaartje gekregen. Ze heeft gewoon gescand, geen kaartje gekregen. Ja, dan moet u terug. Zeg, maar moeten we nou helemaal terug naar Thea van de kassa? Maar die, dus wij helemaal terug naar Thea van de kassa. Die zegt, dat vond ik ook zo irritant. Zegt ze, geen kaartje gekregen. Dat moet dan hier ergens liggen. Alsof wij vergeten waren om een kaartje mee te nemen. Heftig. Ging ze helemaal zo kijken, ja, er ligt. Ik zeg, nee, u hebt geen kaartje gegeven. Shout-out naar Thea. Dus het was een letterlijke shout-out, heb ik het gevoel. Ja, dus toen, nou, ging ze me een beetje zo met tegen. Ja, toen had ik echt geen zin meer om dag te zeggen. Nee, toen zo fijn weer. Dat alles weer open is. Maar goed, dat was eigenlijk het verhaal helemaal niet. Ik zat op het terras. Oh ja, ik zat op het terras. Daarna was je even aan het uitpuffen nee, van deze. Daarvoor al, want we hadden natuurlijk op tijd. Want het was ook nog bij het Brabantse. Op tijd moet je. Ja. Heel Brabant staat er voor de deur. En toen zaten we op het terras. En op het terras hadden ze bingo-kaarten liggen. En die bingo-kaarten, daar stonden allemaal op. Een oud echtpaar lopend. Een man met sportkleren aan. Een vogel. En dan kon je kijken terwijl je op het terras zat. Lekker om je en dan kon je zo wegstrepen. Nou, dat vond ik uit het vakantieboek van Jan Vriend. Ja, ik weet heel toevallig Jan Vriend. Omdat zijn dochter zat op het terras daar en ik was enthousiast over dingen. Toen zei ze, goh, dat is van het vakantieboek van mijn vader, Jan Vriend. Met nog iemand, met die naam ben ik vergeten. Maar Jan Vriend heb ik nog wel. Goed en die dat hij een shout-out krijgt. Shout-out van Jan Vriend, ja. Dus, maar goed, Funda. Wat vond jij leuk? Het woord bingo sloeg even bij jou. Precies. Maar ik ben er dus gevoelig voor de verslaving. En ook voor de, dat hebben de social media natuurlijk ook. Elke dag is er een mogelijke nieuwe kick. Bij social media is dat elke seconde. Bij Funda is dat elke dag. Dus elke dag kan je weer verversen. En dan staan er weer een paar nieuwe oranje huisjes. Ja. Op je Monopoly kaart die je aan kan klikken. Ja. En dat geeft toch elke keer weer dat gevoel van, hey, misschien verandert mijn leven vandaag ineens. Inmiddels weet ik ook wel beter, maar dat heb ik wel heel lang gehad. Wel mooi, die belofte elke dag. Ja, ook heel irritant. Weet je, nee, niet echt goed voor je. Maar heb jij dat helemaal niet? Nou, ik moet heel eerlijk zijn. Ik vind sowieso dat ik eerlijk moet zijn. Ja, ik ook. Zeker tegen de luisteraartjes. Ik kijk heel veel, omdat ik ben niet geabonneerd. Maar ze blijven mij wel dingen allemaal sturen van
Zillow. De Amerikaanse funda. De Amerikaanse funda. En wat daar zo geweldig is... En ik ben verslaafd aan cheap old houses op Facebook. Nou, dan wil ik eigenlijk gewoon met alles... Heb je nou zo'n honger? Ja. Ik hoor hier... Het is met geluidseffecten weer. Ja, dit is, mijn maag kan heel veel wat dat betreft. Ja, en... Maar lijkt wel of er een versterkertje bij zit. Ja, of zo. Heb maar ik goed, ook ingeslikt. Maar Zillow, met cheap old houses. Dan heb je bijvoorbeeld een huis. Want ik heb het ingesteld op de Hudson Valley. Dat is zeg maar rondom New York. Ja. Dan ga je 1,5 uur met de trein. En dan zit je gewoon in een soort natuur. Ja, dat vind ik heel en daar mooi. Heb je ook de mooiste verkleurende bladeren en zo. Dan gaan mensen speciaal gaan ze dan bladeren bekijken in de herfst. Ja, heel erg mooi. En dat een vriend van mij die woont daar in Rijnbeck. En dat is, daar ben ik geweest. Dat is superleuk. En daar staan huizen. Maar is dit ook reëel? Voor dat je denkt, ik ga daar echt een huis even kopen? Even wachten. Jij zegt dat ik niet reëel ben. Eventjes. Ja, ik weet niet hoor. Nee. Je leeft soms ook een heel klein beetje in een droomwereld. Vind ik heel mooi. Nou, nee, ik denk niet dat is dit dromen of is dit... Nou, wie weet, ga ik in Rhinebeck wonen? Nou, ik heb van die fantasie dat ik daar dan gewoon en ga schrijven. Ik weet niet wat ik ga schrijven, maar... Oh ja. Zou ik gaan schrijven? Schrijvershuis. Ja, want schrijven kan je altijd in iedereen, denk ik. Super makkelijk. Nee, dat is niet zo, hoor. Dit is echt wel heel moeilijk. Goed, weet ik hoor, Aaf, dat de vak is. Maar jij kan ik schrijven, heb al een boek dus. Geschreven. Dus ik heb van die fantasie dat ik daar dan half jaar van de... half jaar van het jaar, gewoon, niet een mooie zin. Maar goed, dat zou ik dan, als ik het opschrijf, zou ik daar langer over nadenken. Ja, dan kreeg je hem wel goed, hoor. Ja, dat kreeg ik wel goed. En ik heb van jou geleerd weer... voorzichtig zijn met uitroeptekens. Ja. En ik weet niet of die van jou is... dat de laatste zin vaak weg kan. Ja, ook van mij. Ja. En nou, misschien nog van wat anderen. Ja. Maar daar heb ik heel veel aan gehad. Oh, dank dus, je. En dus ik heb wel van die fantasie dat ik daar dan ga wonen. En af en toe dan de stad in ga natuurlijk met die trein. En dan en lekker voor de rest even lekker naar het theater en naar het eten. En dan daarna lekker die antiekwinkeltjes daar en zo. Want het zijn allemaal van die kleine dorpjes waar ze een leuke koffiedingen hebben. En het ziet er allemaal top uit. Ja, het is allemaal zo helemaal Disney opgeschilderd. En zo die oud. Old houses, dan heb je gewoon voor $10,000 heb je een wrak. Maar dan als je daar dan... Nee, maar als je daar dan... Lekker gaat klussen. Gaat klussen en iemand dan ook laat klussen. Dan zou je best voor... Dan doe je voor $50,000 doe je dan verbouwen. Dan heb je voor $60,000 heb je een waanzinnig mooi oud huis. Ja. Dus ik heb dus wel... dit is helemaal niet alleen maar een droom. Nee, niet alleen maar. Nee. Het zit er ook misschien ooit wel aan te komen. Ja, en zeker nu dat Trump weg is en zo... is die sfeer in dat land ook weer anders. Ik ben daar... Ja, cheap old houses is misschien... Wat me wel fijn lijkt daaraan is dat het niet zo is van... Oh, het is op de Archimedeslaan. Ik kan morgen wel even gaan kijken. Oh ja. Want dat maakt het juist met Funda zo ingewikkeld. Je fietst er even heen. Soms ga ik ook alvast even zelf op mijn fiets... gewoon een beetje door het raam loeren en zo. Nog steeds? Soms. Echt waar? Niet aan Gijs vertellen. Gelukkig luistert hij nog een beetje zo posten. dat is wel een nadeel aan Funda. Dat het is ook gewoon in je eigen stad. Dus je kan er gewoon eventjes heen en al een beetje zo in de tuin gaan staan. Altijd als je naar huis gaat kijken, ook even naar de buren, naar de burenhuis kijken en zo. En naar wat mensen voor die er in de buurt daar wonen. Ja, maar dat is super belangrijk. Ja. Want je hebt wel eens mensen die. Ik had toevallig deze week nog gedoe met de achterbuurvrouw. Dus je wil gewoon niet dat er zeurderige mensen omheen wonen. Ik vraag het altijd aan de makelaar. Want in Amsterdam heb je natuurlijk heel vaak onderburen. En de makelaar. Ja, dat is natuurlijk heel dom. Ja, dat maar dan is dom. Zeg ik altijd, want ik heb ooit zeikburen gehad... die gewoon elke keer als ik een stapje over mijn vloer zette... dan kwamen zij vertellen dat ze dat stapje hadden gehoord. Ja, dat wist ik, want ze waren eronder. Het was een heel oud huis. Ja. Dus ik vraag altijd van, nou, wat voor types wonen hieronder? En zijn het zeikerds? Ja. Maar ja, gaat een makelaar dat makelaar je ooit gaat vertellen? Dat niet zeggen. Nee, natuurlijk niet. Dat gaat natuurlijk niemand. Maar je kan wel wat afleiden aan het interieur. En heel soms. Maar ja, je ziet het natuurlijk niet altijd wat voor buren het zijn. We gingen hier ons huis verkopen en hadden we een souterrain onder. Ja, kelder, souterrain, het zal helden. In Amsterdam heet dat altijd een souterrain. Ja. Met sta-hoogte van 1,20 meter. Nou ja, kan makkelijk hadden, een kind hadden we in. Dus een sta-hoogte van, ik denk dat het...
90 of zo. Oh ja, en dan stuurde die makelaar, die was 2,10 meter of zo. Die ging altijd mee naar beneden. Dus die ging af en toe staan. Dan denk ik, ja, dat is handig. Blijf zelf boven staan. Zeg, kleine collega. Ja, je moet dan iemand met werkgroei. Dat je denkt, goh, jezus, hoge plafonds hier. Snap je? Je moet wat niet iemand voor hebben. Ja, je moet niet dan iemand meesturen. Dus ik denk, och, jezus, daar is Sander weer. Daar hebben ze Sander weer sowieso mee gestuurd. Als makelaar eigenlijk onhandig om heel lang te zijn. Sowieso, je moet een beetje gemiddeld. Je moet altijd een beetje een klein makelaartje hebben. Ja, net hebben. Als bij... Vroeger bij stewardessen moest je altijd minstens... Ik denk nog wel steeds is dat je boven de 1,50 moet zeggen. Nee, maar boven de weet ik wat. Ik weet niet welke hoogte. Maar in ieder geval, dat vind ik ook eigenlijk bij makelaars inderdaad. Ja, dat je niet te lang moet zijn. Nee, en dan oogt je huis lekker groot. Ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Ik vind het bij makelaars nu een beetje irritant. Ze hoeven hun werk... Dit gaan makelaars fijn vinden, maar... Ik zit enorm te knorren. Maar ze hoeven hun werk eigenlijk niet meer te doen. Dus je komt dan op zo'n bezichtiging... Ja, de mensen zijn eigenlijk al met geldkoffers heen en weer aan het gooien... en elkaar aan het vermoorden om dat huis te krijgen. Ja, die zijn met dat rapgebaar aan het maken van strooi, strooi, strooi. En de makelaar, ja, die staat daar dan. Die heeft dan zo'n soort nog een beetje zo'n folder uitgeprint. Ja. En dan zegt hij van, kijk maar rond. Oh ja, maar dat is de... In Amsterdam. Nee, de verkopend makelaar. Ja, precies, ja. Ja, die denkt ook van wat zou ik nou nog iets gaan zeggen over authentieke details? Joh, het maakt helemaal niks meer uit. Maar doen ze net of dit een heel bijzondere periode is in de Amsterdamse ding. Maar ik weet nog, toen wij onze huis gingen kopen, toen was ook zo'n periode, ging je met z'n twintigen zo'n huis in. Ja. Daar begon mijn makelaar al te zeggen, je moet een optie nemen. Ik denk, maar ik heb alleen nog maar de voordeur gezien, daar wil ik best een optie op nemen. Maar ik vind het zo snel om nou het al te beslissen. Het is zo moeilijk. Die waren hysterisch gewoon. Ja. En schijnbaar is dat nu ook weer. Het is, nou ja, wij noemen het al de ouderborrel. Want heel veel ouders van ons op school komen natuurlijk ook op die bezichtigingen. Want iedereen wil eigenlijk nu wel weer één kamertje erbij. Want dan hebben ze weer één. Dus het is altijd een ouderborrel. Dus iedereen kent elkaar. Oh, dus van, precies, hey, hallo. En zullen we kijken of er wat in de ijskast staat? En oh. Ja, het is gewoon een sociale ontmoetingsplek. Ja. Ja. En daardoor ook gewoon heel erg ontmoedigend om er nog heen te gaan. Ja. Ik vind wel dat we Funda als Funda... niet heel goed bespreken, of nee, wel? Nee, dat is waar. Je hebt gelijk. Want we hebben nu eigenlijk meer over huizen kopen. Nou, weet je wat ik bijna nog verbazingwekkend vind aan Funda? Ja. Dat er gewoon nog de moeite wordt genomen om teksten over die huizen te schrijven. Oh ja. Vind ik heel grappig, want dan klik je weer zo'n huis aan en er staat van... echt een buitenkans. Hier komt bijna nooit iets vrij. Ja, en precies. Nou ja, dan zie ik die makelaar dat type, die zie ik denken... ik kan ook gewoon één plaatje en een adres neerzetten. Ja, komen ze ook wel. Ja. Dus dat vind ik ergens komisch, maar, dat die teksten er nog staan. Ik hoorde laatst ook van een huis dat al 16 jaar te koop staat. Echt? Ja. Is het een leuk huis? Ik zou dat niet verzinnen. Heb je een link? Nee, maar die mensen die zitten al 16 jaar te wachten op een... Ik denk dan is er iets met de prijs niet goed. Siep gaf ons een soort van blik. Ja, ik denk dat we ook moeten afsluiten. Want ik denk Funda... dus we gaan Funda nu sterren geven voor Funda gewoon. Wat Funda is. Ik wil nog één leuk ding over Funda maar zeggen. Echt een leuk ding, hè? Nee, want we hebben inderdaad te weinig nee, over... maar echt een shout-out aan jouw aap. Maar er is zo'n leuk Instagram-account. Die heet Funda Makeovers. Funda Makeovers. En die wordt door een Nederlandse vrouw. En dat vind ik dus heerlijk. Zij houdt dat allemaal in de gaten. Want soms staat er een huis op Funda, dat loopt niet zo lekker. Nou, dat komt natuurlijk niet zo vaak voor, maar het gebeurt. Want dat heeft dan allemaal oude schrootjes. En oma heeft er gewoond. Ja. En overal gele plekjes. Poep en overal tegenaan. Veel poep. En sommige mensen vinden dat mooi. Dat komt ook weer terug. Poep komt altijd maar, terug. Het is duurt nog eventjes. Ja. Dus de tijd ver vooruit. En dan komt er zo'n aannemer. Nou, die rost alles eruit. Zit overal zwarte kozijnen neer. Popsikkes. Kookeiland. Popsikkes. Maar dan net iets minder leuk. Oh. Want popsikkes heb ik gewoon zwak voor. Ja, ik ook. En dan is dan alles... boven, hè? Ja, jij kent popsikkes gewoon. Ik ken popsikkes gewoon. Zo dat ik via jou ooit nog een keer... Oh, kom maar langs. Donderdag gaan we naar de bol van popsikkes. Oh, ik word helemaal zenuwachtig. Ja. Maar goed, en dan het kookeiland erin en zo. En dat ovale bad. En dan verhogen ze de prijs echt met €3,000 of zo. Ja. Maar ik heb dus heel vaak, doet ze de voor en na. En ze doet ook de voorprijs en de naprijs. Dat is echt hartstikke leuk om te zien.
Maar ik vind dus die huizen voor vaak eigenlijk best wel leuk. Hey, natuurlijk. Ik heb zo vaak... En echt niet alleen maar met visgraat, parket en adellijke details. Maar ook gewoon schrootjes. Adellijke en, details? Ja, soms hebben huizen adellijke details. Zoals een hele mooie wenteltrap. Nee, maar bijvoorbeeld, ik vind jouw keuken superleuk. Ja, dat is een hele oude keuken. Ja, dat is een hele oude keuken. Maar dat vind ik juist... Ik denk dat heel veel mensen die daar zouden intrekken... Zouden ze die eruit rachen. Alle buren hebben die er bijna uit. Ja, en dat vind ik... Dat is zo jammer. Ja. Want dat is zo'n zwart keuken, jongens. Klassiek. Weet je wat wij deden? Dat is ook nog ik weet niet wat jullie deden. We kwamen daar aan in dat huis. En toen gingen ze tegen die maker doen van... Nou ja, die keuken, dat kan echt niet meer. Die rossen we er meteen uit. In de onderhandelingen was dit. Oh, slim. Ja. En toen hebben we erin laten zitten. Ja, heel goed. Zo zakelijk ben ik. Ja. Onze hulp in Tilburg zegt altijd... Dit zou een heel leuk huis kunnen zijn, zei ze. Laat Bob Sikkers hier eens even wat aan doen. Die ken je toch? Echt? Ja, zijn wij ze vinden dat echt? Het heel leuk als ze gewoon de houten vloer, zeg maar, die hebben wit geschilderd, maar het is gewoon een houten plankvloer. Dat vinden wij heel erg leuk. Dat is supermooi. Dus ik ben heel blij dit met het huis. Dit zou een heel leuk huis kunnen zijn. Als je die muurschildering eens eventjes overwit. Ja, ik heb een muurschildering gemaakt, dames en heren. Luisteraartjes. Maar, Funda. Oeh. Sterren. Ja. Nou, ik zeg 3 sterren. Want entertaining, maar toch ook niet goed voor je gezondheid. Oké. Okay. Geestelijke gezondheid. 3 sterren. Ja. Ik geef Funda. Als Funda geef ik 4 sterren. Wow, dit zag ik echt helemaal niet aankomen. Nou, omdat als je echt een huis doet, is het wel fijn om even... Dat er een site voor is. Nou ja, daar kan je dus heel lekker doorheen. En je kan zo op de plekken kijken, zeg maar. Dat vind ik ook fijn. Op de kaart gewoon kijken. Oh, daar staat het scope daar. Ja. En dan kan je zo... Dus ik vind het qua... voor wat het zou moeten zijn, zeg maar, heel erg goed. Voor Funda zelf, zeg maar. Prima. En dan gaan we nu naar het blad. En het blad is deze week dus... Ja, de zwanenzang van Arno Kanterberg. Ja, die is hoofdredacteur van Esquire. Die is hoofdredacteur van Esquire. Is een Brabander. Die vind ik een heel leuke man. Dat wist ik niet. Ja. En, en ik gunde hem zo'n blad ook. Hij is heel lang... Eindredacteur, er zat een brief bij van hem. Mijn vader dacht dan altijd dat persoonlijk voor hem was, die brief. Oh, als er dan zo'n omdat brief er een handtekening onder geprint was. Ja, maar ook als ze dan werd hij natuurlijk wel eens gebeld voor... want dan gaven wij hem een jaar abonnement op De Man of weet ik veel wat. En dan na een jaar gingen ze dan bellen van... goh, wil u het verlengen? En mijn vader die zei dan... nou, en die eindredacteur belde en die zei... komen hele mooie nummers voor u aan. Want, maar die deed dan net of die hoofdredacteur zelf ging bellen. Van, nee, er komen echt mooie... Nou, inmiddels werken er zo weinig mensen bij die bladen... dat ze het misschien zelf moeten doen, maar... Nee, maar dat is wel... En in die tijd hadden ze nog... 18 jaar lang is hij eindredacteur geweest. Het is superlang. Ja, dat is echt heel lang. Ja, dus wij wensen hem een mooi en heftig afscheid. Het staat deze week... staat er. Oh ja, dit is Arno Kanterberg. Ja, op zijn natuurlijk. Fiets. Met zijn witte haar. Hij schrijft in het hoofdstedelijk... Hoofdredactioneel? Hoofdredactioneel, dankjewel. Hoofdredactioneel stuk. Schrijft hij de grote angst is vermoed... Want het gaat heel erg... Dit item gaat heel erg over mannelijk, vrouwelijk... en wat is een man? Dat, en daarom heeft Tim Hofman ook allemaal bloemetjes achter zijn oor. Ja, Tim en Hofman nagelak. Is een beetje... Daar wil ik het direct even over hebben. Ja, want we komen direct bij Tim Hofman. De grote, en zonder shout-out. Dat kan ik alvast wel verklappen ik heb voor de luisteraartjes. Oh, jij hebt een shout-out? Ik heb geen shout-out. Oké. Okay. Nee, we hebben shout-outs opgemaakt. Maar mannelijk en vrouwelijk dus. De grote angst is vermoedelijk deze. Als je je vrouwelijke kant etaleert, verlies je dan niet je mannelijkheid. Dat rotsvaste fundament onder je bestaan. Maar hier wordt vrouwelijkheid verward met verwijfdheid. Ik noem het maar even zo. Tegelijkertijd zeg ik erbij, de enige opmerkingen die ik krijg over mijn nagellak, een ode aan de vorig jaar overleden Jules Deelder, komen van vrouwen. Die maken het je soms ook niet makkelijk. Heeft Arno Kanterberg nagellak? Ja, dat zegt hij. Oh. Maar dat is een ode aan Jules Deelder. Maar dan moet hij er dan de hele tijd bij zeggen. Ja, maar inmiddels... Dat is ook lastig. Inmiddels heeft elke man de hele tijd nagellak. Heeft iedereen... alle mannen hebben nagellak en zo. En zwart en weet ik veel wat allemaal. Dus dat is een soort... Je hoeft het er niet bij te zeggen wat een ode aan Jules Deelder is. Mag wel. Wat ik heel fijn vind van de Esquire... is dat ze hebben allemaal producten, zeg maar. Maar daar staan de prijzen bij. Ja, daar hou ik ook van. Ik vind het super...
irritant als er geen prijzen bij staan. Weet je wat er ook heel fijn bij is? Op aanvraag. Denk ik, waarom moet ik eerst gaan bellen met een hoofdkantoor ergens? Ik kan daar niet zeg gewoon wat tegen. De prijs is. Ik vind het ook zo klinken van, misschien gunnen we het jou om deze prijs te mogen betalen, maar misschien ook niet. Ja, doei. Dan weet ik al, ik ga het niet kopen. Vind ik verschrikkelijk. Maar je weet ook al dat het meer dan 2000 euro kost. Als dat dat vind ik ook vervelend bij Spoorloos. Dan zeggen ze van, wil u weten of die adoptiemoeder nog leeft? Kijk dan op onze website. Denk ja, ik wil gewoon zeggen, nou maar gewoon of ze nog leeft. Niet op aanvraag. Ja, ik ga er niet naar op zoek. Geef het me maar gewoon. Het heet al Spoorloos. Ja, vind ik ook. Ik vind het genoeg. Dat is een beetje hun concept. Dat de kijkers ook een beetje moeten gaan in allerlei kleine huisjes. Ja, maar dat vind ik, daar kan ik niet tegen. Nee. Dat zal ik wel meteen zeggen gewoon. Dat dus wel altijd. Hè? Ik ben echt zo'n makvee die dan gewoon meteen naar die website. Ik ga ook altijd naar ik vertrek meteen kijken hoe het nu met de bed en breakfast gaat. Oh ja, daar ken ik meer mensen. Ja, dat wil ik toch altijd weten. Ja? Gaat altijd opmerkelijk goed trouwens. Ja, de meeste gaan volgens mij. Moet je echt denkt, gewoon achterlijk zijn. Wil je niet een bed en breakfast kunnen runnen, zeg maar. Nee, maar als er een bed en breakfast op omvallen staat, dat je denkt, ja, maar dan heb je het echt iets heel erg fout gedaan. Het gaat eigenlijk altijd goed. Heel raar. Maar goed, Esquire. Wat ik ook moeilijk vind aan bladen, soms hebben ze hier ook, hebben ze een foto. Ik zat even voor de luisteraartje even visualiseren. Ja, visualiseren samen met mij. Maak het beeldend. Dus, daar hebben ze 4 producten. Die staan op 1 pagina. En die staan dan in stervorm. Ja. Dan staat daarnaast welke producten zijn en hoe ze heten. En die hebben ze niet in stervorm gezet. Dus dan moet je zelf gaan zoeken. Ja, wat hoort nou bij de 1? Telefoon ja, of die mobiele Arno, telefoon. Kom op, jongen. Ik vind dat je te laat bent met deze tip, hè? Je had net het woord zwanenzang al. Maar Arno krijgt ook wel ergens anders weer onderdak. Nee, maar die krijgt juist niet, want hij krijgt sowieso ergens anders weer. Ik ben dol op en dan Arno, weet hij dat die dingen niet in stervorm. Ja, dus daar moet hij eventjes iets beter. Ik weet zeker, als hij zit luisteren, die denkt, ach ja, dat was die pagina, dat had ik nog willen doen. Wat ik me wel afvraag bij tijdschriften, hè? Ja? Ik bedoel, kopen mensen ooit nog iets wat ze in een tijdschrift zien staan? Ik wel. Ja? Ja. Oh. Ja. Ja. Nou, dat was dan dat punt. Dat kunnen we afhameren. Maar denk je het wel niet? Nou ja, ik ben veel gevoeliger voor op internet. Want dan doe je je vinger erop. Dan heb je eigenlijk al je creditcardnummer ingegeven. En ligt het eigenlijk alweer voor je deur. Dus zo makkelijk gaat dat dan. Terwijl met een tijdschrift Oké, dan moet ik nu gaan kijken. Dus zal ik website... eens zeggen, want nou word ik helemaal weggezet als een soort oude gek. Maar want wij hadden hier dus wel leuk om even voor de luisteraartje ook. Maar even, ik vind het niet. We hadden bij Tony Media, waar wij nu zitten, wilden ze een huisstijl voor ons maken. En toen hadden ze opgestuurd. Huisstijl voor de studio van de podcast. Ja, de studio van de podcast. Dus onze sfeer, zeg maar, wilden ze proberen te vangen in foto's. Toen kregen we een voorbeeld van hoe zij ons zagen. Een heel Pinterest-bord. Ja, maar hoe zij ons zagen. Nou, zij zagen ons, ik geloof het niet. Ik heb een dag heb ik paracetamol moeten slikken. Hebben ze met rozen en een kroonluchter, porseleinen bordjes, high tea. Ja. Het was echt... Het was de gewoon. Ik schreef ook terug. Ik zeg gewoon, denk je dat wij 2 vrouwen zijn die de pil van Drion al in huis hebben? Drion? Ja, het was echt gewoon zo. Dat je denkt, dus... Toen hebben de Tonnies het acuut over een andere boeg gegooid. Ja, maar wat ik wou zeggen eigenlijk, want dat sluit eigenlijk wel een beetje aan op dat. Wat ik bijvoorbeeld een heel leuk blad vind, is House and Antiques. Dat, nou, dat is een beetje een de beetje cheap homes van de bladen, denk ik, wat? Toch? Nou, zo'n leuk antiek... Oh, die cheap homes van de... Hij kijkt me weer woedend aan. Ja, ik dacht, bijna helemaal zo. Ja, ja, maar nee, maar een beetje van die leuke oude Hudson Bay-ish. Maar daar staan dan wel allemaal websites bij. Dus dat lees ik, maar daar heb ik altijd mijn computer vlakbij. Ja. Want daar ga ik wel opzoeken. Ja, meteen bestellen. Maar nu niet meer, omdat Engeland iets bestellen in Engeland is ingewikkelder geworden. Ja, omdat het allemaal duurder is geworden en dingen, ja. Nou ja, dus er staat een interview met Tim Hofman. En Tim Hofman die... Want dat is ook natuurlijk omdat het een beetje over mannelijkheid, vrouwelijkheid. Gaat, ja. En hij gaat ook wel eens naar een première in een jurk. Nou, waar hij tegenaan schurkt... Hij zei, schurkt tegen heel veel dingen aan, denk ik. Maar waar hij ook tegenaan schurkt... Jurk. Het is wel een beetje cultural appropriation, vind ik, van homo's. Oh, van homo's? Ja, oh, zo bedoel ik vind je dat hij een beetje... Hij steelt de stijl van homo's. Ja, terwijl hij heeft zoiets van... Ja, dat moet toch allemaal kunnen en zo. Nou, dat moet hij ook vooral... Hij moet vooral dat allemaal doen, dat metroseksueel, zeg maar. Ja. Maar het is voor hem natuurlijk veel makkelijker. Ja, zo bedoel omdat je. Omdat het is... Snap je, dat is een beetje zoals je...
als je wit bent, dat je je haar in dreadlocks gaat doen. Dat je denkt, ja, dat is toch, vind ik, ja, lekker. En, ja. Snap je? En mooi. Maar dat je kan het ook mooi vinden. Dat is natuurlijk niet per se gezegd dat je het dat alleen is maar... Ja, dat is waar. Daarom vind ik het een moeilijk onderwerp. Ja. Want hij... Kijk, wat bij Tim Hofman een beetje aan de hand is, zeg maar, die heeft een soort Jezus-complex, heb ik het idee. Dus die zou het liefst op een ezeltje ergens in Utrecht binnenkomen met Hosanna, Hosanna. Ja. Dat iedereen eromheen hangt. En dan zegt hij ook, ik zie het heel erg. Geen shout-out, helaas. En hij zegt ook van, over welk onderwerp maak je je boos, vragen ze hem dan. Hè? Ja, zo heet zijn programma. Ja, alles daarom dus hartstikke leuk. Ja. Ik maak me boos over alle zaken die over onderdrukking en ongelijkheid gaan. Nu maak ik me druk over de Oeigoeren. Ja. Ja, nu... Weet je wel, deze middag maak ik me druk over de Oeigoeren. Ja, maar zo klinkt het een beetje, ja, zo, zeg maar. Vooral door het woord nu. Ja. Ja. En dat ja. Ja, en dan staat er niet nu maak ik me even druk over de Oeigoeren. Maar dat denk ik misschien zelf dan een beetje. Misschien maak je zomer druk over de Oeigoeren. Ja, misschien wel heel de zomer. Ja. Of misschien wel begin van elke week of zo. Of misschien wel elke maandagmiddag. Maar goed, als er, en dan zeggen ze ook van zin hebben of zin maken. En dan zegt hij, dus wanneer ik ergens geen zin in heb... dan ga ik bij mezelf te raden, wat is er aan de hand? Als er gehuild moet worden, gebeurt dat. Ik ga dat even voelen en erkennen. Allemaal pragmatisch, want het staat in dienst van mijn wil. Dat vind ik een beetje gek. Want als er gehuild moet worden, ga als ik dan... Als er gehuild moet worden, dan gebeurt dat. Dan gaat hij even huilen om het uit zijn systeem te krijgen. Ja, maar dat vind ik echt een beetje vreemd. Ja. Ja, want je hoeft toch niet... Kijk, als er op tv gehuild wordt, prima. Dat maakt mij niet uit. Maar niet als het is van... Oh, in het draaiboek staat huilen. Wacht even, jongens. Ik ga heel even in een hoek staan. Ja, daar is het. Dat is mijn zo... levens... Want hij maakt non-fictie. Het is niet alsof je in een dramaserie speelt. Kijk, nee. Dan kan je zeggen, ik moet even de huilknop aanzetten. Zei de vriendin van mijn moeder, van mijn vader, zei dat. Ging mijn vader dood. Toen ging mijn zus, die ging dat vertellen tegen haar. En toen zei ze, ik ga nou eventjes een uur huilen, zei ze. Ah, oh, dat is toch lief? Vind je en dat raar? Ze, nou, het verhaal gaat nog door. En toen liep ze weg. En toen ging ze zo snikkend zo weg. Toen draaide ze om. Zei ze, oh trouwens, die telefoon van je vader, die is van mij. Die moet nog wat terug zijn. Dat is Tim Hofman. Ja. Nee. Daarmee sluiten we wel een beetje de Esquire af. Jammer dat die stopt, want ik vind dit soort interviews best wel leuk. Toch, hartstikke leuk. En daar staat het vol mee. En wat ook wel leuk is, dat ze een beetje over de mode en over mannenmode en zo. En er stond tot een paar jaar geleden, een paar maanden geleden, of vorige maand misschien nog wel, stond er altijd wel een actrice of zo met weinig kleren aan. Dat ik dacht ja, oude dat is een beetje jongens. Panorama. Achter dan dat... gewoon Tim Hofman in kom op Arno, dacht ik dan ook. Kom op Arno. Ben je nou van de nagellak of ben je nou van de MeToo? Ja, wat is het nou, weet je wel. Maar daar waren ze nog net op tijd mee gestopt. En blijkbaar. Zag je ook dat de hele redactie dan bij die fotoshoot was? Die moesten daar dan bij zijn. Ja, zeg want maar. Moest toch iemand touw vasthouden en een camera maar goed, ondersteunen? In dit item hebben ze dat helemaal niet. Want ze hebben natuurlijk Tim Hofman, dus die heeft ze allebei. Denk jij niet dat nagellak voor mannen alweer bijna zo langste tijd gehad heeft? Nou, ik denk als Andreetje Hazen ermee begint... Precies, dan, is dan kunnen wel, we inpakken. Dat is wel de hekkensluiter, zeg maar. Dat is wel de hoe heet het ook alweer? De lantaarendrager, zeg maar. Ja, een bezemwagen met een nagellak. Ik zeg, kan eigenlijk, maar weer op. Ja, precies. Dat kan het wel uit de boeken, want dan hebben we het wel gehad. Nou, dat was dingen. Dan gaan we nu naar de vraag van de week. Oh ja, ik ga hem even pakken, hoor. Hi, Mark, Marie en Aaf. Mijn vriendin en ik zijn... echt dol op elkaar. We zijn het liefst de hele dag samen. Smoorverliefd, allebei. Maar we wonen 230 kilometer uit elkaar. Nou willen we heel graag samenwonen. Maar we hebben allebei kinderen. En een ex die in de buurt woont. Dus we kunnen niet zomaar verhuizen. En we vinden het niet erg om heen en weer te reizen. Maar om nou te blijven laten tot de kinderen groot zijn. Dan zijn we minstens 7 jaar verder. En zoals gezegd zijn we zo graag samen. Weet jij een oplossing voor ons, zodat we toch kunnen samenwonen? Dankjewel. Jij zei, dit is niet op te lossen. Nou, ik vond dit zo'n moeilijk probleem. Dat ik dacht, ja, ik ben ook altijd wel voor als we een probleem uitkiezen... dat we dan al enigszins het idee hebben dat we het op kunnen lossen, zeg maar. Maar dat idee had ik. Ja, daarom. Maar ik was zo benieuwd naar welk idee dat is. Dus hier komt ze met de oplossing. Ik ben heel benieuwd. Oké.
Jullie hebben dus allebei een huis, een ex en kinderen. Nou, dan kan je inderdaad niet echt gaan verhuizen naar de plek die tussen je in ligt. Want dan moet je die kinderen weer los van die ex. En dat is allemaal heel ingewikkeld. Maar wat je wel kan doen, is met de exen afspreken. Jullie hebben de kinderen op dezelfde momenten. Dus dan zijn zij op dezelfde momenten, deze twee verliefde vrouwen, zonder de kinderen. En dan kan je in het midden, of waar dan ook, een klein, goedkoop tiny houseje kopen. Want daar zit je altijd even zonder je kinderen. Ja. En daar woon je dan samen. Bijvoorbeeld de helft van de week, of om de week, of om het weekend. En dan heb je zeg maar de gezinshuizen nog in de oude plekken. En dan heb je het samenwoonhuisje. Ik geef inmiddels iets aan wat klein, 1 vierkante millimeter is. Ja. Het zal niet een heel groot huis kunnen zijn, tenzij ze heel vermogend zijn. Dan koop je gewoon een paleis voor met z'n tweetjes. Daar is de niet-latrelatie gaande. Dat zou eventueel ook iets gewoon op een vakantiepark kunnen zijn. Ja, eigenlijk wel. Toch? Ja. Het zou ook een woonbootje kunnen zijn. Dat, ik denk dat dat wel mag. Ik denk dat dat Center Parks daar helemaal niet moeilijk over. Je zou ook inderdaad een recreatiewoninkje kunnen bedenken daarvoor. En dan verhuur je het de rest van de tijd. Ik zit alvast even financiële plaatje rond te krijgen. Je hoeft er niet permanent te wonen. Dat mag vaak helemaal niet. Dus en dan zou je daar iets kunnen kopen. Of piepelwagen. Mameloe. Hartstikke 2 mameloes. Maar dan moet je wel meewerkende exen hebben. Ja, dat is even heel belangrijk in dit verhaal. Dat vertelt het verhaal natuurlijk niet. Nee. Maar want ja, als het verscheiding is, dan wil die ene zeker niet. Nee, dan gaat die. Ik wil eigenlijk liefst precies het andere schema. Dus als zij er kinderen heeft, heb jij ze niet. Nee, dat. Maar dat is natuurlijk al een oplossing. En het is ook leuk om dan af en toe nog met de kinderen dingen te doen. Want het is ook een beetje gek als je 7 jaar zit te latten en die kinderen hebben geen idee met wie jij bent. Dus je moet ook af en toe nog even die reis maken om bij elkaar te zijn en dan met de kinderen iets te doen. Ja, want in deze opzet van jou, die ik, moet ik eerlijk zeggen, vind ik een geniaal. Geniaal is echt een groot briljant woord. Er is echt geen shout-out voor, vind ik. Want shout-out? Ik heb al wat gaten in kunnen schieten. Want inderdaad, die kinderen, dat gaat, wat ik denk zij heel graag willen, is dat het één gezin wordt. Ja. Dat wordt het op deze manier. Kan ik jou nu op een briefje geven van Funda? Dat wordt het niet. Nee, dat is dus het ingewikkelde. Dat je wel af en toe ook nog moet zorgen dat je met de kinderen en de geliefde iets gaat doen. Of met alle kinderen en de geliefde. Maar hey, dit is een ingewikkeld probleem. Ja, nee, dat is waar. Het is het een of het ander. En je kan bijvoorbeeld de vakanties daar ook voor gebruiken. Want dan heb je vaak zo van, we verdelen de zomervakantie. Jij hebt 3 weken. Precies, dan moeten kinderen gewoon met wildvreemde kinderen op vakantie. Ik weet niet wie zij zijn. Met de hele bubs. Ja, of wat je kan doen, wat Gijs vroeger altijd deed. Want die was ook gescheiden. En Gijs, help mee. Mijn man. Zeg maar zoals jij wel eens de naam Karim drop. Ja. Drop ik wel eens de naam Gijs. Die had 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk. 2 kinderen met mij. Dus dan ging hij bijvoorbeeld ook wel eens alleen met de kinderen uit zijn eerste huwelijk op reis. Want die hadden ook soms gewoon even zin in Gijstijd. Ja. En dan daarna bijvoorbeeld met z'n allen. En zo krijg je ook in zo'n samengesteld gezin, mijn tip, rust en dat het fijn is. Dat het niet altijd is van iedereen moet alle bij elkaar, maar ook gewoon die krijgt ook zijn aandacht. Ja, precies. En dat je ook oplet dat je ook Thea ook. Nou, Thea heet, kinderen heten geen Thea meer. Sorry, dat moet ik laatst gaan denken. Wel leuk. Er worden volgens mij ook geen Gerda's meer geboren. Weet je wat heel leuk is? Ik kreeg deze week een geboortekaartje van een aaf. Ach. En die heette ook ABC. Ach. Want die had dan als tweede naam Bernardina Christina of zo. Ja. En dat is de enige wat andere leuk. ABC die je kent. Ik heb een kaart gestuurd. Ja. Ja, ik heb dus een Mark Marie. Echt? Ja, die is naar mij vernoemd. En die is op 1 juli jarig. Daarom onthoud ik het ook altijd. Shout-out Mark Marie! Bennis! En want ik had ooit gezegd, de wereld erdoor, er wordt nooit iemand. Ik ken geen andere Mark Marie. Nee, het was eigenlijk gewoon een oproep. En die heeft. Zoals ik dus ook de oproep heb, dat als je al je geld aan de poesboot wil geven, kan ook naar Mark Marie. Aan naar mij kan geven. Ja, als je een oude mevrouw bent die ergens zit. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, die arme jongen. Kom ik echt een keer langs en dan zeg ik iets op de begrafenis. Maar ik denk dat je dat een goede oplossing is. Ja, kijk, het is natuurlijk helemaal niet ideaal. Maar voor 7 jaar, het vliegt voorbij. Lijkt me dit, de piepelwagen in het midden van het land, helemaal niet zo'n gekke gedachte. Nee, dat is waar. Dat is waar. Je zult wat moeten. Ik denk dat we er dan zijn. We gaan elkaar missen. Nou. En we gaan de luisteraars missen in de lives. Oh. Maar we bouwen ook wat op. Ja, daarom. Maar daarna komen we schat aan verhalen. En verbeterd. En jij hebt 3 weken om enge tweelingen te googlen.
Ja, maar ik moet nu aan een voorstelling gaan werken. Nou, dan kan je tussendoor echt wel af en toe even enge trainingen googlen, hoor. Hallo. Ja, dat is waar. Even professioneel. Dat ga ik doen. Kom op. En allemaal een hele prettige zomer. Ja. Arno wij, ook. Wij zijn er richting 10 augustus weer, rond die tijd. Tot dan.